Hi, graag vertel ik je iets over motivational congruence. Reactus en weerstand tegen verandering lijken op elkaar. In het gedwongen kader is het essentieel om die twee van elkaar te onderscheiden. Ze vragen namelijk allebei een andere aanpak. Weerstand is eigenlijk het verzet tegen veranderdoelen zelf. Iemand kan zich niet vinden in de richting waar het op gaat, of is bijvoorbeeld ambivalent, heeft er geen vertrouwen in dat hij iets kan veranderen, of weet nog niet zeker of hij iets wil veranderen. Deze weerstand werkt vertragend in het contact tussen de hulpverlener en de cliënt en vraagt van jou als professional om te werken met motivatietechnieken zoals motiverende gespreksvoering. Reactance verzet zich niet zozeer tegen de richting waar het op gaat, maar meer tegen het feit dat er iets moet. Het is gericht dus op de inperking van vrijheid en kleurt de interactie tussen de cliënt en de professional. Eigenlijk is reactance heel logisch. Het is iets wat we allemaal voelen als we iets moeten doen wat we niet willen. Die onvrijwilligheid zal in de beleving van de cliënt op de voorgrond blijven staan, zolang hij niet in ieder geval gedeeltelijk het gevoel heeft dat zijn eigen belang ook gediend wordt. Daarom gaat de professional op zoek naar de doelen van de cliënt zelf en die verheldert hij goed. En hij sluit zo goed als binnen het forensisch kader mogelijk is aan bij die doelen van de cliënt. Er hoeft niet over ieder klein detail overeenstemming te zijn. Jij als professional kunt bijvoorbeeld denken, goh, hoe kan ik deze cliënt nu motiveren om te gaan werken? Terwijl de cliënt denkt, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet steeds ruzie krijg met mijn baas? In feite is er dan genoeg overeenstemming. De cliënt wil zijn werk behouden. Dat is het uitgangspunt. Voor die motivational congruence zijn er een aantal vuistregels. Werk met expliciete contracten. Schrijf daar doelen, werkwijzen en rechten en plichten in. En maak dat helder voor de cliënt. Misschien ook op een plek die voor de cliënt terug te vinden is. Zodat er daar duidelijkheid over is. Werk met kleine stappen. Informeer de cliënt tijdens de contacten nog regelmatig over zijn rechten. En benadruk de ruimte die er is voor eigen keuzes. Betrek de cliënt tot slot zoveel mogelijk bij het nemen van alle stappen. Bedankt voor het kijken.